Nou, mijn naam is Morek Loods. Ik ben verpleegkundige in opleiding tot specialist binnen GGZ Friesland. En op dit moment ben ik werkzaam op HIC Kliniek De Flinter. Nou, je kunt een heleboel interventies inzetten. En waar we vaak overheen kijken binnen de psychiatrie zijn de niet-medicamenteuze interventies. En daar ga ik vandaag ook een heleboel over vertellen. Waarbij het belangrijk is om vooral in te zetten op het verminderen van stress, piekeren en slaapproblemen in de praktijk. Nou, je kunt bijvoorbeeld kijken naar in de vorm van psycho-educatie, kijken naar hoe slaapt iemand eigenlijk en wat zijn zijn denkbeelden over slaap. Maar ook een slaapkamercheck doen, dus kijken van hoe is de slaapkamer ingericht en is dit bevorderlijk voor het slaappatroon. Maar je kunt ook kijken naar de niet helpende gedachten die iemand heeft over het slapen en proberen om mensen technieken te leren om die gedachten aan te passen. Ontspanningsoefeningen, zoals vandaag ook van de PMT'er krijgen, dat is ook zeker een interventie die zeer helpend kan zijn. Ja, het slaapprobleem negeren. Er geen aandacht aan besteden. Ik denk dat je mensen dan echt tekort doet. Het is een belangrijk onderwerp waar het in de psychiatrie zeker over dient te gaan, omdat mensen er veel last van kunnen hebben. Nou, ik ben een persoon die vaak te kampen heeft met slaapproblemen, piekeren en stress. En wat mij heel erg helpt is ontspanningsoefeningen en dan bijvoorbeeld de body scan is eentje die ik zelf wel veel inzet. En dat is een PMT-oefening. En sowieso mindfulness oefeningen of kleine meditatie oefeningen of ademhalingsoefeningen voor het slapen gaan zorgen dat mijn hoofd leeg genoeg is om de slaap te vatten.